Oké, jongens, voordat we beginnen met de podcast, wil ik eerst zeggen dat ik op het begin was vergeten de recorder aan te zetten. Dus de audio op het begin was via de camera en halverwege na 10 minuutjes dan schakelen we over naar de recorder. Toen had ik het weer aangezet. Dankjewel en veel plezier met luisteren. What's good, beautiful people, en welkom bij een nieuwe Let's Talk About Many Things podcast. We hebben vandaag een guest. Hallo. Ze is meer dan special. Oh. We gaan veel special verder. Special K. Special K. Zal ik je Special K noemen? Of nee, bij de naam bestaat er al twee letters. Ja. Wat is je naam? KC. Yo, KC. What up? Welkom. Tof dat je er bent. Thanks. Ja, yeah, man. We gaan het vandaag hebben over. Ja, weer die Asian stereotype shit. En je mag gewoon schelden trouwens, op een podcast. Oh, top. Dus heb ik, daar heb ik explicit voor aangevraagd. Zodat je niet kindertaal hoeft te praten van godverdorie. Oh. Ook leuk. Ja, gewoon lekker schelden. We kunnen gewoon lekker schelden als bouwvakkers. I don't care. We gaan het in ieder geval vandaag hebben over stereotype Asian shit, dus dan zou je denken, oh, again. Alweer. Ja, want we zijn eenmaal Asians. De tweede is ook hoe het eigenlijk gaat in een relatie. En ten derde, we gaan het ook een beetje over freaky, dicky, sexy stuff praten, over hebben. Dus allereerst, mag ik het zeggen? Als het niet mag, dan moet je zeggen, knip het eruit of cut it out. Ik heb geen idee wat je wil zeggen. Oké, is het een romantic relationship? Ja. Hoe is dat? Klopt. Romantisch. Ja? Ja? Nee, prettig. Prettig? Ja, toch? Ik weet het niet. Hoezo, je hebt toch zelf ook een relatie gehad? Dus gehad. De roze bril momentje heb ik nog, man. Ja? Dus alles is leuk en ik ben vrolijk. Ja. Ik zie je daar, ja? Je straalt helemaal. Ik shine. Nice. Ja, maar zo voel ik, zo voelt het. Ja, ah. Nice. Hoe zie jij hoe je een relatie moet opbouwen? Is het meer van, oké, relatie of eerst vriendschap? Een vriendschap, sowieso. Dat is wel echt een basis. Als je het alleen op liefde gaat, op liefde gaat opbouwen, mm-hmm. en je liefde zakt op een gegeven moment gewoon af, dat is gewoon logisch. Mm-hmm. Maar als je geen vriendschap hebt, dan denk ik niet dat het heel snel of heel lang zal blijven staan. Hoe denk je dan over de gevarenzone van de friendzone? De dark hole. Ja, maar weet je, als je in een friendzone raakt, dan is er nooit sprake van liefde geweest. Van één mm-hmm. kant. Nooit. Maar denk je dat je eruit kan komen? Voor mannen is het moeilijk, man, denk ik. Voor vrouwen? Denk je dat het makkelijker is voor vrouwen? Ik denk dat mannen wel makkelijker kunnen switchen, zeg maar, van gevoelens over vrouwen of zo, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Ik denk. Ik denk, er zijn heel veel gemixte meningen over de friendzone, of je er wel uit kan komen of juist er weer niet uit kan komen. Ja. Sommige mensen zeggen van, joh, je moet een relatie bouwen op vriendschap. Dus dat je eerst gewoon friends bent, dat je elkaar beter leert kennen. Grotendeels, maar er moet ook wel seksuele aantrekkingskracht zijn. Gewoon naar elkaar toe als persoon. Ja. Als dat er nooit is, mm-hmm. of gelijk al niet is, mm-hmm. friendzone. Oké. Nou ja, heel veel mensen weten het. Ik word heel vaak in de friendzone gezet. Vind ik nogmaals weer top. Nee, maar ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg, want je leert zoveel shit van de meiden met wie je dan praat. Kijk, ik denk dat het ook wederzijds is. Dat ik dan hun ook, bij wijze van spreken, automatisch, onbewust in de friendzone zet. Omdat ik denk van, ja, je zit toch niks in. Ja, maar jij hebt ook niet de behoefte, toch, op dit moment, nee, aan meer dan vriendschap? Ik heb wel momenten dat ik het mis. Had jij dat ook toen je single was, dat je dacht van, mis toch een beetje?
Ja, tuurlijk. Weet je gewoon dat koetlie stuff op de bank met een filmpje en weet je dat? weet je, dat mis je wel een beetje af en toe. Ja, oké. Okay. Nee, dat mis ik af en toe ook, maar One night stands, man. Nachtkastjes. One night stands. Ik heb één keer een one night stand gehad en het is zo niet mijn ding, jongen. Nou ja, het kan heel leuk zijn. Maar het is net hoe je het er zelf, zeg maar, voor je ziet. Wat je zelf wil eruit. Ik voelde me dirty. Ik voelde me echt freaking nasty. Ja, maar dat is toch een beetje de freaky deaky kant van het single leven? Ja. Nee, het is niet mijn ding, man. Ik dacht eerst van, oh shit. Hoeveel monden en hoeveel dicks heeft ze in mijn mond gehad? Oh god, ik moet mezelf testen, man. Dit is niet oké. Ja, maar dat is voor jezelf, om je er wel veilig in te manoeuvreren. Mm-hmm. Het is niet... Ik was clean, though. Ik had gelukkig niks. Maar dat betekent dat je niet veilig bent geweest? Ik was veilig. Ik was veilig en ik had wel gezoend, zeg maar, want ik ben echt wel van de kissing en stuff. Want daar raak ik warm van. Een one night stand is niet hetzelfde als naar de hoeren gaan, hè? En dan gewoon bijna met een muur met een gat erin dat je... Nee. The glory hole. Nee, gewoon one night stand is ook gewoon voor de leuke, voor de fun en heel even voor de koetelie even kaddeling en zo, weet je wat dat. Nou, ik vind het wel belangrijk en dat... En daarna zeg je, doei. Tot de volgende keer of niet, whatever. Nee, na een one night stand vind ik het super awkward om diegene weer te zien. Daarentegen ben ik stereotype Asian. Ja, oké, daar hebben we het ook over gehad, maar ik voel me niet zo snel awkward. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben ooit een keer een gesprek over gehad dat ik het voor mezelf best wel awkward kan maken. Terwijl bij mij is het niet snel awkward. Als we eenmaal een gesprek hebben, kunnen we gewoon lekker een gesprek houden. En ik heb één keer gehad dat het super awkward werd. Maar dat doe je zelf. Dat heb je tegen mij gezegd. Dat heb ik zelf gedaan. Ja, dat vind ik wel. Dat doe je zelf. Je kan je er ook gewoon overheen zetten en denken, oké, weet je, is geweest. En gewoon verder gaan met hoe je eigenlijk altijd eet. Move on! Oké, we hadden net een artikel gezien van my fellow brothers from Asian Boss. En het gaat over Japanse gasten die hoeveel procent maagd zijn? Ja, het gaat erover, zeg maar, dat... Of Japan echt zo sexless is, zeg maar, als dat te zeggen. En het is 44% van de Japanse vrouwen, of de jongere generatie, is maagd. En 42% van de mannen is maagd. Bijna 50% van de jongere generatie, zeg maar, onderverdeeld over de seksen, is gewoon maagd. Dus gewoon heeft nog nooit contact gehad. Dat is weird, dat is hoog. Vind ik veel. Het is hoog en het is sad. Ik vind het super sad. Ja, want nu ga je al vragen hoe dan, waarom dan, weet je wel? Of... Waarom denk je dat het bestaat? Wat, virginity? In Japan. Oké, biologisch les, jongens. Bloemetje, dat bijtje. Nee, het is daar echt mega individualistisch. Mm-hmm. Veel te veel werkuren, waardoor je geen sociale contacten of sociale dingen meer wil doen. Ja. Omdat je gewoon te moe bent. Maar ook dat videogaming daar in Asia is echt ziek groot, ziek hoog, zeg maar, waardoor mensen niet meer naar buiten gaan. Sorry dat ik je even onderbreek, Casey. Maar ik had de audio niet fucking aangezet. Dus dat had, oh my goodness. Dus we zaten de eerste. Kan je nog enhancen? Ja, dat kan ik wel. Zaten bijna de eerste 10 minuten met die audio te praten. Maar dat is helemaal oké. Okay, we schakelen nu over naar dit. Maar Asian individualistisch. Oh ja, de gaming scene daar is heel erg hoog. Waardoor mensen gewoon niet meer naar buiten gaan.
En, maar daar wordt alleen zitten wordt daar gestimuleerd. Mm-hmm. Net als al die restaurants met die single booths, weet je wel. Dat je daar in je eentje kan zitten zonder dat je dus naar andere mensen hoeft te kijken. Mm-hmm. Dat wordt gewoon gestimuleerd. Dus weet je, het is niet dat... Maar zou je denken dat daardoor de ontwikkeling van introverts groter wordt? Of dat het juist gestimuleerd wordt dat je introvert moet zijn of niet? Nou, moet zijn niet. Maar als je het al bent, dan wordt het wel veel makkelijker gemaakt om niet even uit je comfortzone te stappen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus dan hoef je ook niet meer te proberen om sociaal of extrovert te zijn. Ja, oké. Okay. Ik vind het zorgwekkend eigenlijk. Ja, ik ook. Nou ja, weet je, aan de andere kant, er zijn wel echt kapot veel mensen daar. Dus voor de fellow dudes hier in Europa en in Amerika, als je het niet redt hier, ga je Japan, gewoon lekker naar Azië, man. Daar zijn alle beautiful virgin girls, virgin guys, wat jouw persoonlijke smaak is. I don't care. They're all there. 44% van de mannen, hè? Mm. Is gewoon single. Of is maagd. Maagd. Nou ja, maagd is dus ook gewoon gelijk single. Dus jouw kans op slagen daar is veel groter. Ja. Ja, maar ik vond die op Asian dudes. Ja, maar wat is dat? Waarom hebben mensen bepaalde... ik begrijp het, dat mensen bepaalde preferences hebben. Maar ik ben bijvoorbeeld... Ik ben voor alle markten ben ik open. Van, ik sta open voor verschillende culturen, verschillende achtergronden, verschillende nippels, verschillende vagina's en stuff. Ja, dat kan voor jezelf. En weet je, als het gaat om background of cultuur of traditioneel of dat soort dingen, mm-hmm. dan sta ik ook overal voor open. Maar ik vind het gewoon niet aantrekkelijk. In welke zin? Ik vind, je hebt natuurlijk wel, weet je, uiteindelijk val je ook wel gewoon op het uiterlijk. Ja, en kan je vanuit het uiterlijk of zo kan ik bedenken van oké, daar wil ik wel bovenop klimmen, ja of nee. Mm-hmm. En dat heb ik gewoon niet met Asian dudes. Oké, ik voel me totaal niet aangesproken. Nee, want ik ben gelukkig fucking handsome. Ik ben echt de shit. Nee, ga naar Japan dan. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Ik val eigenlijk meer op karakter. Kijk, het maakt me niet uit hoe je eruit ziet. Ja, kijk, je moet niet extreem iets zijn, zeg maar, bij wijze van spreken. Big girls, you're all beautiful. Ik heb daar geen moeite mee. Maar als je echt extreem bent, of extreem gewoon extreem alles, maar sowieso extreem bodybuilder, extreem dat vind ik ook niet mooi, hoor. Ja, je moet gewoon voor jezelf goed kunnen zorgen. Maar dat is bij mij, dat staat bij mij op nummer 2. Wat bij mij op nummer 1 staat, is... Je moet een bomb-ass attitude hebben. Ja, oké. Karakter. Ja, maar dat is sowieso waar je uiteindelijk verliefd op zou kunnen worden. Mm-hmm. Maar als ik dan weer eventjes kijk naar One Night Stands of zo... dan ga je echt puur alleen voor het uiterlijk natuurlijk. Dan ga je niet eerst iemand helemaal leren kennen, bla bla bla. Meestal ben je nog dronken ook. Dus dan gaat één oor in, ander oor uit. En dan, weet je, dat. Oké. En dan pas echt bij karakter of zo, dan kan je verliefd op iemand worden, denk ik. Ja. Misschien ben ik daarentegen even wat traditioneler. Ik leer iemand kennen. Dus eigenlijk eerst een soort van friendzone type shit. Ja. Dat ik dan eerst jou beter moet leren kennen. En daarom is het ook voor mij niet... Voor mij is het niet relevant om een one-night stand te doen. Omdat, mijn standards ligt veel in een andere area... Dan dat ik eigenlijk fysiek aangetrokken ben naar een persoon. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je een one-night stand doet... dan kies je ervoor om iemand niet per se te hoeven leren kennen. Ja, oké. Dan doe je het echt puur alleen omdat je gewoon sexy time wil en gewoon weer... Piemel. Ja, worst. Dat is een naar woord, jongen. Worst. Ik vind het zo'n vies woord. Ja, toch eet je het. Ik eet geen worst. Nooit? Ik eet sausages. Nee, maar ik weet het niet. Daarom ben ik ook niet echt een
ja, een one-night stand type, denk ik. Omdat ik heel erg kijk naar karakter. Want ik heb namelijk bijvoorbeeld, als ik met iemand praat, ook al ben ik in de kroeg, of ben ik in de club, en bij wijze van spreken, dit is wat ik van een andere podcast heb gepakt. Shout-out Timothy De La Ghetto, No Chase podcast. Die shit is echt gruwelijk. Maar wat voor mij in dat geval hetzelfde is, wat zij dan hebben, is hij beschreef, zeg maar, dat hij een chick had. En hij deed iets van het nummer van Boys to Men, dacht ik. Mama. Oh ja, ja. En dat is een gruwelijk nummer. Mm-hmm. Maar die chick zei tegen hem, ew, what's that? En zij zei van, yo, that's Boys to Men. En toen zei ze, no, that's ghetto. Ghetto? Ja, dus op dat moment dacht hij echt van, oh, ik kan het niet smashen, man. Ik kan het gewoon niet meer. Ja, maar oké. Okay. Ja, maar weet je, je hebt natuurlijk altijd make or break dingen, ja, bij mensen, waardoor je in één keer afknapt op iemand. Is altijd. Ik heb het heel vaak als mannen hun mond opentrekken, überhaupt. Oké, okay, maar wacht eens even. Wat is het ding wat bij jou echt een dealbreaker is? Dat echt een ja, de afknapper is. De fire extinguisher is. Zodra je je mond opentrekt en je echt te dom om te poepen bent, gewoon. Dat echt, oh my god. Dat, ja, dan, geef eens een voorbeeld. Ja, dat, weet je, dat te dom om te poepen. Gewoon als je zo uit je ogen kan kijkt en een hele slimme opmerking of zo probeert te maken en het totaal fucking bullshit is. I'm gone, man. Ja, echt. Ja, nee. Oké, okay, wat zou jouw dude moeten zeggen tegen jou op het begin, waarvan jij zou denken, no mas. No fucking mas. Nou, er is ooit wel één keertje gebeurd in de kroeg. Toen kwam er... Geen naam. Nee. Ik zou ook niet weten hoe die zou heten, want ik keek hem aan en ik liep gelijk weg. Echt gelijk. Want hij begon met de openingszin. Hey, deed het zeer toen jij uit de hemel kwam vallen? Een oh beetje god, die. Oh ik, shit. Ik keek hem aan en ik wist gewoon, ik was gewoon in totale shock. Deed hij dit nu echt? En ik heb gewoon zonder iets te zeggen, ben ik gewoon weggelopen. Oké, okay, wacht. Nee. Ik heb een ander. Zou je afgeknapt raken of denk je, oh shit, die is wel slecht, maar wel goed genoeg? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, we komen elkaar tegen in de kroeg. Ik zie je staan. En ik doe heel paniekerig. Oh shit. En dan zeg je, ja, wat is er? Wat zou jij reageren? Hoe zou je reageren? Oh, niet. Nee, niet eens? Nee. Oh, niet eens? Nee. Ik zal echt zoeken. Ik zeg van, oh, ik ben mijn nummer kwijt. Mag die van jou? Die is echt fucking slecht. Ik zou echt... Ik zou, het ligt ook een beetje aan mijn moed. Ik zou of lachen en dan nee zeggen. Ja. Of ik zou boos kijken en nee zeggen. Ja, dat is. Ja. Maar dit is no deal voor jou. Gewoon dealbreaker. Nee. Extinguished. Nee, ja. Maar ik ben sowieso altijd iemand die zelf naar de mannen toestapt. In plaats van andersom. Dat is iets wat ik eigenlijk heel cool vind. Ja, dat is mijn eigen controle. Ik bepaal zelf, zeg maar, wie mij mag versieren, ja of nee. Okay. Of in ieder geval proberen. Hoe doe je dat? Ga je erheen? Geef je oogcontact? Of bied je een drankje aan? Whatever. Gewoon een gesprek aan beginnen of zo. Gewoon naar hem toe gaan, hoor je zeggen, whatever. Maakt niet uit. Dat soort mensen moeten meer bestaan. Dat is dus heel makkelijk aan... Ja, een kortdurende contact opbouwen, zeg maar. Voor of nooit meer daarna, of misschien nog één of twee keer daarna. Is dat je niks te verliezen hebt. Gewoon nul. Dus waarom zou je het niet doen? Jongens, vooral jongens. Niet eens meisjes. Jongens, schrijf het op. Hey, en ik heb ook vaak genoeg een blauwtje gelopen of zo, hè? Dat mensen er niet op reageerden, of dat mannen er niet op reageerden, of dat ze er geen zin in hadden, of een vriendin hebben, of whatever. En nou ja, oké, okay, so be it. Maar dan
heb je nog steeds niks verloren. Dan ga je gewoon door naar de volgende. Hoe ik dat zie of hoe ik dat heb gezien, want ik ben, ik ben er niet meer mee bezig, is je voelt je op dat moment even kut voor 5 seconden. Ja. En je move on. Precies. Je neem lekker nog een shotje of zo. Of, weet je? Drink het weg. Drink het weg. Drank is voor alles. Nee. Dat ga ik niet zeggen. Dat is too alcoholic. Nee. Maar neem gewoon nog een shotje. Je bent toch al aan het feesten. Ja, dat is je bent toch al een leuke avond aan het hebben. En dat soort dingen. Dus gewoon boeien. Ga gewoon verder. Nice. Nee, maar meisjes, please. Wij wees jongens, niet zoals ik. Wij mannen houden er ook van als vrouwen een keertje het initiatief nemen. Dat is ik vind dat in deze tijd niet meer dan normaal. Ja, dat absoluut. Dat je initiatief neemt, omdat alle... Correct me if I'm wrong. Corrigeer me als ik het niet... waarom praat ik Engels deden? Dat is fucking irritant. Omdat wij dat heel vaak doen. Ja, oké. Okay. Vrouwen tegenwoordig zijn heel erg bezig zijn met het feminisme. Vrouwen zijn zelfstandig, vrouwen zijn sterk. Ben ik helemaal mee eens, totaal. Maar, ik vind niet dat je heel oprecht klinkt nu, hoor. Nee, ik ben echt serieus oprecht. Ik ben echt serieus oprecht. Want vrouwen zijn tegenwoordig gewoon... Ja, weet je, er zijn aanzienlijk veel meer powervrouwen. Veel meer ondernemers, succesvolle onderneemsters. Waarvan ik denk van ja, weet je, op zo'n manier kom je als vrouw een stuk verder. Ook al is er een stigma dat mannen de directeuren zijn. En waar ik werk, heb ik een directrice. Ja, dat ik vind ken ik fucking ook gruwelijk. Genoeg directrices. Ja, ik vind het fucking gruwelijk. Ja. En ga er gewoon voor als zo, ja, weet je, genderneutraal. Weet je, ik ben een, daar ben ik ook niet helemaal voor. Maar ik vind, ik vind het een beetje te veel poeha, zeg maar. Ja, maar ik snap het wel. En weet je, totally legit en alles echt lekker je ding doen. Maar ik vind het gewoon een beetje veel gedoe of zo. Mm-hmm. Er wordt iets veel te veel gedoe van gemaakt. Ja. Gewoon laat het gaan, let it be. Weet je, rol gewoon in het leven zoals je wil. En... Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je gender niet jezelf laat limiteren. Dus als je iets wil hebben... Al is het in de business of al is het een dude die je aan de haak wil slaan. Al wil je dat doen, ga er gewoon voor. Neem het initiatief. Want ik ken mensen in mijn vriendengroep die zeggen... Nee, de man moet de eerste stap nemen. Nee, absoluut niet. Als je als vrouw zelf lekker de controle bij wil houden... dan moet je het gewoon lekker zelf doen. Amen, bro. Ja. Nee. Oké, next topic. Er was een krantenartikel dat ik heb gezien over een tennisser. Oké, maar weet je wat? Fuck dat onderwerp. We hebben het veel te leuk nu. Het gaat over sexy shit en dan gaan we over naar fucking tennis. Ja, maar wat die gast deed, dat is misschien... Dat past misschien wel een beetje met hoe je niet moet zijn. Ga maar door, hoor. Ik ga even een dingetje opzoeken. Als mens op de planeet, zeg maar. Ja. Yeah. Op het planeet. Maar er was dus zo'n tennisser en die gooide dus zijn wedstrijdhanddoek zo naar een jongetje. En toen was er dus een volwassen man die hem dus gewoon body smashte en die handdoek van hem afpakte, yeah. Toch? Yeah. Dat was het. Toch? Dan ben je echt het meest mislukte specimen wat hier op aarde rondloopt. Dat is helemaal waar. Als je dat gewoon als comfortabel, gewoon zonder na te denken, kan doen, dan ben je echt een mongol. Oké, wacht. Ik heb hier het artikel. De titel is video. Tennisfan steelt handdoek van jongetje. Een mannelijke fan op Roland Garros wilde zo graag een handdoek bemachtigen van het Grand Slam toernooi dat hij de fatsoennormen uit het oog verloor. Maar grappige is, ze hebben de volle naam van dat jongetje in een krantenartikel gezet. Oi. Ik zeg het gewoon, het is gewoon een krantenartikel wat je kan vinden op de Telegraaf.
Vlak nadat Lucky Loser, Oscar Otte, dankzij een zege op Malik Yaziri, de volgende ronde had bereikt, wilde de Duitser een jonge fan blij maken met een handdoek. Maar dacht een beer van een kerel anders over. Zonder enige vorm van schaamte griste de man de handdoek uit de handen van de betreurde jongen. Otte had de situatie direct door en in de gaten en wierp de knul nog een handdoek toe. Deze keer was er niemand in de buurt die hem afhandig maakte. Bekijk hier de beelden. Maar dan, oh my god. Als die man getrouwd is, ik had hem als vrouw zijnde, als ik dat had gezien, ik had hem, ik had hem voor altijd opgesloten, zodat hij nooit meer in aanraking kon komen met andere mensen. Dat kan toch niet? Maar ook niet in aanraking met jou dan? Ja. No sex for you, dude. Ja. Nee, maar dat kan je toch... Hoe kan je in je hoofd hebben dat gewoon perfectly oké is? Niet. Dat kan toch niet? Blijkbaar wel, want hij deed het. Zonder schaamte. Oh man, ik vind het zo zielig voor dat jongetje. Maar ja, kun je nagaan dat waarschijnlijk dat soort mensen zich wel voortplanten. En slimme mensen die dus lekker gamen en zo zich niet voortplanten. Over voortplanten gesproken. Even een hele andere draai. Hè? Ik haat het als mensen gewoon heel asociaal parkeren. Dat soort mensen moeten zich ook niet voortplanten. Nee. Ik heb dat gejat van een Facebook foto die ik ooit heb gezien. En zo'n roast. En het was toen samen met Chi. We gingen ergens parkeren. Ik kon ergens niet in. Het was de enige plek. Dus uiteindelijk had ik ergens anders geparkeerd. Maar had ik op een notitieblokje geschreven. Met een condoom erbij. Gewoon vastgeplakt met tape. Please not reproduce. You park like a douche. Ja. Dat is het enige wat ik had geschreven. Maar ik wens dat ik zijn reactie heb kunnen zien. Ja, maar weet je, maar dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde als met die tennis guy. Gewoon nul normen en waarden. Gewoon echt. Do die, not reproduce. Ja, absoluut. Heel graag. Denk aan de mensheid. Oké. Even terug op het leuke onderwerp. Vind jij het zo dat seksonderwerpen eigenlijk het leukste is om over te praten? Want je kan er eindeloos over discussiëren. Je kan er eindeloos over discussiëren, maar je moet er wel voor openstaan. Heel veel mensen die raken ook een beetje gewoon verlegen, hè, als je dit onderwerp aansnijdt. Mm-hmm. Wat eigenlijk heel erg normaal is, omdat het echt wel persoonlijk is. Ja, maar je hoeft toch niet in details te gaan? Nee, maar het, er zit toch wel een beetje een taboe aan vast, soms. Nog een beetje. Ja. Mensen zijn er niet zo heel snel open over. Wel meer. Wel ja. Veel meer. Onze generatie is daar wel veel meer voor open. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen heel snel comfortabel zijn om gewoon gesprekken te voeren over alle dingen wat je kan doen met betrekking tot seks. Ik denk juist dat mensen preutsen zijn geworden ten opzichte van vroeger. Oh, zo ervaar ik dat zelf niet echt. Ik heb in mijn leven veel dingen gezien en veel dingen mee kunnen maken. Want experimenten, dat is het leukste wat je kan doen, zeg maar. Ja, tuurlijk. Op seksgebied is dat het leukste wat je kan doen. Je moet toch weten wat je leuk vindt en wat je lekker vindt. Ja, experiment toch? Gewoon met jezelf, experiment met andere mensen. En het punt is, iedereen die hier in Nederland woont is wel eens naar de seksmuseum geweest. No doubt. Ja, ik wou net zeggen, dat is bijna niet... Nee, ik denk inderdaad wel iedereen. Het is bijna een schoolreisje geworden, want het is belangrijk dat je weet wat er allemaal, wat er mogelijk zijn. Of wat de mogelijkheden zijn. En, maar als ik bijvoorbeeld terugkijk naar de jaren 50, mensen doen de sickest dingen dat ik denk dat ik... Wow, dat zou ik nu tegenwoordig niet meer vinden, though. Althans, dat had ik niet snel gezien. Hoe bedoel je? Dat mensen uit de jaren 50? Ja, dat soort mensen... Nog freaky dikker zijn dan onze generatie. Ja. En je ziet zelfs LSD, man.
probably LSD. Probably. Oh, de drugs. Yeah. Oh, shit. Ja. Of is dat jaren 60 meer? Jaren 60, 70. Dat is het meer in de hippie tijd, zeg maar. Oh, ja. Ja, maar ja. Ik weet niet. Jaren 50? Oh, misschien klopt dat wel. Vlak na de oorlog of zo, weet je wel. De babyboom. Ja, dat iedereen nu vrij kon staan en gaan waar ze wilden. Mm-hmm. En dat je geen zorgen meer hoeft te maken over baby's. En weet je of dat veilig zou zijn, ja of nee. Dus iedereen ging ineens helemaal wild. Of Game of Thrones. Hoe het vroeg in de Romeinen gingen. Yo, dan waren orgies dood normaal. Ja, bij de Romeinen en zo, ja. Gewoon man op man, iedereen over elkaar heen. Yep. Ja. Maar volgens mij was daar, ja, daar zat gewoon een hele andere betekenis aan seks dan dat het nu is. Nu is de betekenis aan seks vaak gekoppeld aan romantiek en liefde en een relatie en samen wonen, samen gaan trouwen, kinderen, huisje, boompje, beestje, dat. Mm-hmm. Daar is seks veel meer aan gekoppeld nu dan vroeger. Ja. Nee, dan even een leuk weetje. In de Romeinse tijd was het zo. Ik weet niet of het waar is of niet. Ik heb het een keer gehoord van iemand. En Wikipedia. No way. Dat is zo onbetrouwbaar. Maar in ieder geval, ik heb het van iemand gehoord. Maar hij of zij, ik weet niet eens meer wie het is. Dat is zo lang geleden. Hij of zij zei tegen ons, wat zij of hij zei dat in een groep. Nee, ik had het van de radio. Dat was het. Nu is het normaal als iemand bijvoorbeeld doodgaat op een begrafenis, dat je koffie en een cake krijgt, toch? Ja. In de Romeinse tijd was een begrafenis, al was het klaar, was het done, had iedereen seks met elkaar. Het was gewoon een grote orgie. Dan denk ik bij mezelf, hey, dat cakeje wordt wel heel droog nu. Dude, wat de hel. Ja, maar daar kwam, kijk, nu komt op een begrafenis, komt nu natuurlijk nu alleen maar familie. Ja. Of goede vrienden of zo. Ja. Dude, ik wil geen seks met mijn familie, man. No, nee. Dat sowieso niet. Maar hey, het is. Maar snap je? Dus ja. Het is gewoon heel anders gekoppeld. Vroeger was seks binnen in de familie. Was in die tijd was ook veel meer normaal dan jich. Nu. Oh, jich. Ik heb kippenvel al over jij de place. Oh my hè? Goodness. Nee. Dat nee. soort dingen moet je uitdenken, Michel. Dat moet je van tevoren. Nee, ik ben heel visueel ingesteld. Ik, oh, man. Oh. Nou, Michel is eventjes. Gaan we door. Oh. Maar oké, dat is dus geen goed voorbeeld om te noemen. Waarom het bij ons dus anders gaat dan vroeger. Ik ben blij dat we nu in deze tijd leven, dan. Ja, ik ook. Ik heb liever een cakeje nu. Een lekker droog cakeje. Slap bakkie. Oh ja, nou ja, ik heb niet heel veel begrafenissen meegemaakt. Thank God, zeg maar. Mm-hmm. Maar van de begrafenis dat had ik meegemaakt, was na afloop gewoon biertje, wijntje. Bier? Hm. Dik? Ja. Feestie. Zonder cakeje. Wat dan? Nou, kroketjes? Worstjes en kaasjes. Ah. Het woordje worstje. Sausage. Oké. Even over worstjes gesproken. Ja. Partyknaks. Ik was een keertje op een... Dat zijn die hele kleine, toch? Ja, dat zijn die party... Ja, die hele kleine. Die kleine dingen. Dat laat me denken aan een situatie die ik ooit heb meegemaakt. Is weer de stereotype Asian shit. ik zeg het wel vaker, weet je. Ik maak mezelf kleiner dan ik daadwerkelijk ben. Ja. Dat is voor mij een voordeel. In plaats van dat ik zeg van... Hey, my dick is huge. My dick is beautiful. You should check it out. Dan zeg ik... My dick is small. Ik ben Asian. Maar hoe vaak heb jij het over de grootte van jouw penis? Want misschien zou je dat iets minder moeten doen... zodat je wel wat luckier bij de woman bent. Nee, totaal niet. Want ik heb situaties meegemaakt waarvan ik zeg van... Hey,
My dick is small, but it's beautiful. En dan heb je het moment wanneer je die freaky dicky shit gaat doen, dat ze zegt, hey, dat valt... Dat je jezelf aan het downgraden bent, juist. zodat ze niet al bij voorbaat teleurgesteld is, maar juist. Dat het juist positiever uit kan dat komen. Dat het juist meevalt. Dus ik zeg altijd, ja, zoals ik al zei, ik had iets meegemaakt toen op school. En we gingen met z'n allen naar een of andere herberg. En daar waren fucking veel chicks. Want ik zat in een klas met alleen maar chicks. 4 jaar. Eerste jaar natuurlijk. Dan ga je erachteraan. Maar toen was er een chick die dus tegen mij zei... Shout out Anthony. Je weet precies waar we het over hebben. we waren toen met 4 andere, 5 andere dudes. Hadden wij zeg maar een dormroom. Ja. Yeah. En Anthony en ik waren echt destijds bros. Echt gewoon bros van een NMO. En... Er was een chick die dan naar mij te kwam. En ja, ze was best wel leuk. En op een gegeven moment ging het bijna gebeuren. En toen zei ze tegen mij, zonder dat ik het zelf zei, hè, dat is voor mij de dealbreaker. Dat is voor mij een no-go. Is dat zij met de opening zei van, maar is het niet zo dat Aziatische mannen kleinere piemels hebben? Toen dacht ik echt van, no way man. Okay, bye girl. Ja, ik gaf dus die plug van... Op dat moment was het gezellig, maar toen ze dat zei, was het echt gewoon... Wat heb je gezegd? Wil je zien? Nee, niet eens. Ik had tegen haar gezegd, je vagina is waarschijnlijk te groot. Dat is het enige wat ik zei. Sorry meis, als je kijkt. Abonneer als je het tof vindt. En like deze video. Dat was echt een no-go. Maar later leerden we elkaar beter kennen. En toen vond ik je best wel gezellig om mee te praten. Maar no, seks was gewoon no-go meer. Gewoon puur van het feit dat ze dat zei. Dacht ik echt van, get the fuck away from me. Wel, wel bijzonder, toch? Om überhaupt zoiets te zeggen. Wel ballen dat ze het gewoon straight in de face zei. Gewoon recht in je gezicht. Ja, maar ze was dronken. Dus ja, nog steeds kudos. Maar... Ik wou net zeggen, juist als je dronken bent, dan... Ben je eerlijk? Gewoon limitless. Heb je geen grenzen meer. Ga je gewoon dingen zeggen. Ja. Die je normaal gesproken voor je zou houden. Nou, heeft iemand wel eens een opmerking naar jou toegemaakt dat je dacht echt van... F off. Get out of my face. Before you meet my fist. Ja, genoeg. Maar heel vaak was ik dronken en dan was... Okay. Casey is geen Elkie, hoor. Dus cut off some slack. En ze zit in een stabiele relatie. Nou ja, stabiel. Ze zit nog in een roze wolk. Ja, maar stabiel. Is het stabiel? Ja. Ja? Ja. Nice. Ja. Nee, ik ben super blij voor je. Ik ook voor mezelf. Nu ik nog. Ja, maar we hebben het er al over gehad, hè? Hey, mijn nummer is 06. Nee, kijk, ik zit er niet mee. Als tijd komt, flow. Dan komt het toch. Let it flow. Je leert iemand gewoon op een gegeven moment out of the blue kennen. Mm-hmm. En daar voel je gewoon iets meer voor dan de standaard persoon. Of zo, die je dan random tegenkomt. Mm-hmm. Want jij ziet dan, stel bij ons ook, mm-hmm. bij ons is gewoon puur vriendschappelijk... Maar stel, je komt iemand anders tegen en dan daar kan het ook vriendschappelijk mee zijn. Mm-hmm. Maar dan toch nog even die extra spice, waardoor je denkt, oh hey. Hey, Asian spice. Ja. Filipijnse, Thaise, Vietnamese pepers zijn aanzienlijk pittiger dan jalapeno's. Sowieso, maar gast, je noemt nu ook wel iets hoor. Oké, madame Jeanette dan. Dat is toch Surinaams? Is dat Surinaams? Volgens mij is dat Surinaams. Toch? I don't know. Volgens mij wel, man. Jawel, want die Surinaamse sambal... wat je altijd krijgt bij de roti shop... Ja. Dat wordt gemaakt van Madame Jeanette. Dat is geel. Dat, ja. Al onze of sambal rood. Is rood. Je hebt ook rode Madame Jeanette's. Ik vind geel is Madame Jeanette Surinaams is, man. Oké. Okay. Ik weet het niet, dus ik ga er niet op in. Laten we een samenvatting maken van het gesprek van vandaag. Ja.
Waar hadden we het dan over? Ik vergeet het altijd, hè. Dat is mijn weak point. Asian boss. Oh ja, Asian boss. Japanese people zijn introvert. Meer introvert dan hier wij in het westerse leven. Kijk, ik maak nu conclusies. Weet je, dus vrouwen... Ik denk niet per se meer introvert dan dat wij zijn. Mm-hmm. Ik denk dat zij veel minder of veel meer gestimuleerd worden om veel individualistischer te leven of te kunnen zijn, dan dat er veel meer sociale dingen georganiseerd worden. Mm-hmm. Dat. Weet je, zoals hier in Nederland, we hebben zo achterlijk veel festivals waar je naartoe kan gaan door de hele zomer. Mm-hmm. En daar leer je daar kan je alleen maar nieuwe mensen leren kennen. En het is altijd leuk. En weet je, je wordt gestimuleerd om daar naartoe te gaan, weet je wel? Maar in Japan hebben ze veel meer Comic-Cons en shit. Daar zitten ook freaky mensen tussen, hoor. Lijkt mij. Nou, misschien een beetje de hardcore fans en zo, weet je wel. Ja. Het is wel dope. Ik vind het altijd wel dope, hoor, om al die cosplay te zien. Vind ik altijd wel gaaf. Ja, ik zal het zelf nooit doen, maar om het te zien is wel grappig om te zien dat mensen daar zo gepassioneerd over zijn. Ja, maar ja, dat is ook weer een type volk. Dat is niet voor iedereen. Festival is vaak voor iedereen, want dat hoeft niet alleen per se muziek te zijn, maar ook kunst of cultuur, mm-hmm, of whatever. Oh, je hebt het over het generale woord festival. Ja. Tegenwoordig heb je overal festivalen voor, hè? Ja, maar volgens mij... Zelfs origami festival. Ik meen het. Ik zou er zo heen gaan, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Oh my god, ik niet. Een sausjes vouwen. Ja, dat is een, ja, worstjes vouwen. Samenvatting, ja, vrouwen, ja, ja, tegenwoordig. Het is niet erg om initiatief te nemen. We men like it. Ja, ja, gewoon iets agressiever door het leven. Ja, maar zowel business als relatie als sexy stuff. Ja. En als je seks wil, moet je gewoon naar Japan gaan. Zijn ze allemaal wacht. Ja. They are jumping for it. Ja, echt zo. Wil je nog wat zeggen? Nee, ik heb niks meer toe te voegen. Nice. Thanks voor het komen. Graag gedaan. En blijf gewoon lekker komen. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Abonneer, like, volg het op Spotify. Subscribe. Ik heb verschillende media's waar ik op beschikbaar ben. Onder andere Spotify, Google Podcast, iTunes, Radio Public, Broadcast. Zie het allemaal in de descriptie. We spreken Facebook, later. Facebook, of course. Facebook. Ja, kan je het vinden. Yep. Dus, laters. Bye. Doei.